Dit zijn mijn shiny Pokémon die het moeten gaan doen. Tijdens de battles met de Elite Four moet ik gaan battelen met shiny Magnezone, shiny Corviknight, Snivy... Snivy? Nee, Snivy die is er niet bij. Shiny Dracloak, shiny Jumpluff, shiny Azumarill en shiny Sittiden. Maar ze zijn nog wel te laag level. Dus ik ben raids gaan doen en heb even flinke candies gefixt. Iedereen krijgt 2 experience candies L. Gaat die gelijk levels omhoog naar level 54? Azumarill krijgt er 2. Die gaan naar level 57. Jumpluff die moet echt nog een paar levels omhoog hoor. Level 54. Dracloak, die krijgt er 2. Die heb ik er nu 1 gegeven. We moeten natuurlijk wel gewoon helemaal klaar zijn voor die Elite 4. Dracloak wil takedown leren. Nou, dat vind ik altijd een beetje een matige move. 2 voor Corviknight. Ja, maar Magnezone, die is al wel wat levels hoger. Ik denk dat ik deze nog even verdeel onder Dracloak. Die laatste 2. En Sittiden. Hoppakee. Dan heb ik heel veel experience candies M. En ik kan iedereen er 6 geven. Hoppakee. Ja, dit begint er wel eindelijk op te lijken. En nu is iedereen level 57, behalve Azumarill. Die is level 59. Die heb ik iets te veel snoep gegeven. Ik wil nog wel even de XP van deze laatste trainer die hier staat voor de Pokémon League. Hij is soort van de bewaker van dit gebouw of zo. Oh ja, Crocodile had hij. Nou, dan heb ik precies de verkeerde Pokémon. Oh my god, hij gaat mijn Magnezone kapot maken met Earthquake. Oh, 1 HP over omdat ik Sturdy heb. Nou, dat is toch dan een keer nuttig dat ik Sturdy heb. Wat doet Flash Cannon dan? Kan die hem kapot maken? Nee. Magnezone. Even wisselen. Come on, shiny Corviknight. Nah, hij raakt mij niet. Dat was precies de bedoeling. Even plukken die hand. Oh my gosh, hij overleeft gewoon mijn plukkie. Ga je me nou alsnog aanvallen? Deze Crocodile, jongen. Ik had gewoon een shiny Crocodile moeten hebben. Heel, dat is echt een sikke Pokémon. Sowieso een Ground-type zou nog wel heel nice zijn in dit teampie. Nou, niemand ging een level omhoog. Oh, ik heb helemaal niet gekeken tegen wie ik moest. Ik dacht dat we al klaar waren. Ik zit gewoon alleen te drukken. Wat suf. Ik moet tegen Sarralege. Steel Wing. It's not very effective. Oh my gosh, hij is zichzelf zo hard aan het boosten, hè? Met die sword dance. Come on, drill pack! Oh, nog steeds overleeft hij het. Je gaat niet in één keer mijn Corviknight slopen nu, hè? Met je bitter blade. Ja, super effective. Ja, lekker handig. Oh, hij heeft gewoon heel die HP weer terug. Shiny Azumarill, jij bent mijn hoogste level Pokémon. Doe even Aqua Tail. Oh my god, dit wordt echt een lastig verhaal. Dit wordt echt een lastig verhaal. Deze is not very effective. Ik ga hem denk ik gewoon niet verslaan. Ik denk niet dat dit gaat lukken. Tenzij dit een one-shotter is. Freaking Sarralege, jongen. Oké. Ik moet dus duidelijk opletten. Ik had deze laatste test even wat serieuzer moeten nemen, jongens. Ik zet nu even shiny Dracloak in. Want hij gooit een Bronzong. Jij bent wel traag, hoop ik toch, Bronzong? Ik doe Fire Blast en... ik mis. Gaat hij ook nog Raindance doen? Oh my god. Lala. Waarom kan je niet gewoon je eerste Fire Blast hitten? Kijk, dit schiet nou helemaal niet meer op. Kom ik hier heel casual aan? Oh, ik wil nog wel even deze trainer verslaan voordat ik naar de Elite 4 ga. Ha, 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 ha. Gaat hij ook zijn defense nog boosten? Waardoor ik ook met biten nog maar heel weinig af ga krijgen. Hou op! Niet de hele tijd vervelend! Ze doen kapot vervelend! Straks krijg ik echt amper nog 1 HP'tje eraf. Oh my gosh, Future Sight, uiteraard. Ik had dit zoveel serieuzer moeten nemen. Hij doet weer Future Sight, dus ik krijg straks weer iets op mijn bakkes. Oké, de regen is weg. Misschien kan ik nu wel met een Fire Blast hem goed hitten. Kom op, kom op, kom op, kom op. Oh my gosh, die Bronzong is echt zo sturdy. Oké, maar ik ga hem nu wel verslaan met Bite, toch? Het is nu wel klaar, toch? Nee! Hij houdt 1 HP over en nu krijg ik waarschijnlijk de Future Sight op mijn hoofd. En dan gaan we Dracloak ook kapot. Ja, doe normaal, man. Doe normaal, man. Die Elite Four wordt echt nog veel te lastig, man. Oké, Jumpluff, ik hoop dat je snel bent. Doe Acrobatics. Ik wist dat het dat very effective zou zijn, maar ik dacht dat het wel iets... Wat een faal! Oké, Terra Blast. Die dan? Gaat die hem kapot maken? Dit ziet er toch wel hard genoeg uit, of niet? Ik wou net zeggen. ik schaam me een beetje. Als ik zo naar de Elite Four moet, dan wordt het een lastig verhaal. Ik wil mijn beschadigde team even healen. En ik ga wel wat full restores kopen, hoor. Een paar max potions erbij nog. Oké, ik hoop dat we op deze manier ready zijn. Als jullie hier net zo benieuwd naar zijn als ik, knal het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Gita staat al op ons te wachten hier. Ik weet niet of dit gaat lukken. daar gaan we. Eindelijk de Elite voor. Kijken of het gaat lukken met mijn shiny Pokémon team. Alright. Hallo Rika. Ik ben Chu. Let's go. Laten we deze battle doen. Mag ik nog wel even mijn Pokémon selecteren?
Ik weet dat jij Ground-type Pokémon hebt namelijk. Shit, ik had mijn Pokémon al eerder moeten selecteren. En ik moet precies tegen Whiscash. Ah, nee. Ik heb dan Jumpluff nodig. Ja, dit is wel balen. Dit is heel erg balen, jongens. Ik moet natuurlijk nooit deze Pokémon inzetten als eerste Pokémon. Nou ja, ik dacht dat ik nog mijn Pokémon mocht selecteren, maar nee. Natuurlijk zet ik Magnezo niet in tegen Ground-type Pokémon. Come on. I'm not stupid, maar wel stupid genoeg om niet na te denken dat ik eerst, misschien even voordat ik die kamer inliep, mijn Jumpluff moest selecteren. Oeh, Blizzard? Oeh, dan hoop ik maar dat mijn Jumpluff sneller is dan Whiscash. Oké, dit maakt niet uit. Dit maakt op zich niet zoveel uit. Jumpluff, you're next. Whiscash heeft namelijk maar één weakness, omdat hij zowel ground als water is. En dat is grass. Dus met grass kunnen we Whiscash verslaan. Kijk, dit had het plan vanaf het begin moeten zijn. Jullie hebben helemaal niet gezien dat ik Magnezone heb gebruikt. Oké, Camerupt nu, terwijl Titan een leveltje omhoog ging. Camerupt zetten we natuurlijk Azumarill voor in. Want water attacks zijn vier keer super effectief. Let's go, shiny Azumarilltje. Ja, Camerupt wel een sicke Pokémon. Die is ook echt groot, hè? Oké, let's go, Aquatil. Let's go. Ja, oké. In één keer verslagen. Vier keer super effective. Easy. Wie krijgen we nu? Donphan. Ja, ik moet denk ik gewoon maar Shiny Azumarill blijven gebruiken. Gewoon met Aquatil blijven doen. Poison Jab is super effective. Auw. Terrestrialize ik nou in Fairy of in water? Volgens mij in Fairy. Ja, dat is niet chill. Een tweede Poison Jab gaat problemen opleveren voor mijn Azumarill. Oké, die gaat nog een keer Aquatail doen, dan is Dunphan weg. Misschien is het slim om nu één Pokémon even op te offeren. Of ik kan Dugtrio misschien nog wel pakken met mijn Jumpluff. Ik heb natuurlijk ook nog Titan die ik kan inzetten. Oké, let's go Jumpluff. Deze is voor jou. Dugtrio is wel een kapot snelle Pokémon volgens mij. Ik denk dat Dugtrio wel sneller is dan mijn Jumpluff. Nou ja, daar komt de Sandstorm aan. Oké. Oh, mis ik nou mijn Giga Drain? Serieus? Die aanval mist nooit. Oh, hij mist de Rock Slide. Oké, dat is top. Let's go. Oh, nee. Ja, dan gaat dat precies fout natuurlijk dan bij die Rock Slide, denk ik. Hoe kan ik mijn Giga Drain missen? Heeft hij een item of iets? Oké. Nou, ik ben flinched. Echt? Alles zit tegen voor Jumpluff. Ik raak gewoon flinched. Nou, eerst mis ik een aanval die ik niet kan missen. Dan ben ik flinched. Wat is dit voor gekke RNG? Het is niet oké. Ik word hier helemaal genakt door het spel. Niet oké. Ja, oké, kom maar met die Earthquake. Come on, Titan. Avalanche erbovenop. Wegwezen nou. Lekker gedaan. Yo, maar dit was echt fraude, hoor. Dit was echt fraude. Nu moet ik tegen Klotzaaier. Daar gaan wateraanvallen natuurlijk niet tegen werken, want daarmee geef je alleen maar HP terug aan Klotzaaier door zijn ability. Super sick ability. Heel nice. Maar ijsaanvallen gaan sowieso wel lukken. Ik denk dat ik sneller ben, dus ik ga Ice Spinner gebruiken. Oh ja, je wil nog eerst Terrestrialize natuurlijk. Ja, dat is een ding in deze game. Na drie keer uitspelen vergeet ik nog steeds te terrestrialize. en protect, oké. Ga je zo doen? Nou, dan ga ik ook terrestrialize, hoor. Ja, dan ga ik het ook gewoon doen. Wat een beest. Pak hem, Titan. Ik ben inderdaad sneller. Ik gooi er een ijsspinnetje bovenop. Hoppakee, en Klotzaaier is weg. Oké, de eerste battle van de Elite Four is gelukt. Het ging, ja, met fases moeizaam. Ik ben ook een beetje geflashed door de game. Ja, vind ik zelf, hoor. Not bad, kiddo. Nou, dankjewel. Dankjewel. Ja, nu mogen we door naar de volgende. En ja, de volgende, dit gaat wel een probleempje worden, denk ik, hoor. Poppy heeft natuurlijk Steel-type Pokémon. En ik heb, ja, ik heb Fire Blast met Dracloak. Maar dat is het dan ook wel. Hierom wilde ik eigenlijk heel graag een Ground-type Pokémon in mijn team, zodat die kon battelen tegen Poppy. Is er niet van gekomen. Ik heb geen shiny Ground-type Pokémon gevonden, ook al heb ik het geprobeerd. Dus we moeten gaan kijken of het gaat lukken met dit team. Come on, Magnezone. Copperajah is een beast. Ik hoop dat de special defense van Copperajah gewoon een stuk minder is dan de physical defense. Want dat zou betekenen dat ik gewoon heel veel kan doen met Discharge. Net niet de helft. Super jammer. Ja, nu is het al soort van klaar. Magnezone is al gewoon weg, hè? Tenzij ik hem nu paralyze. Dat zou lekker zijn. Oh, ik versla hem. Ik versla Copperajah. Oké, cool. Dan moet ik nu tegen Bronzong. Ga ik dan nu al proberen met Dracloak te battelen? Ik ga Azumarill inzetten. Ik ga het gewoon proberen. En dat was super dom, denk ik. Want superpower is niet super effectief. Maar ik ga het maar gewoon proberen. Ik ben sneller. Ja, het is niet genoeg, denk ik. Zen Headbutt. Overleef ik wel? Ik ga een Max Potion geven aan Magnezone. Want ik denk dat ik Magnezone heel hard nodig ga hebben.
Iron Head, oké. Dat was Steel en Psychic. Come on, Magnezone, come on. Ik hoop gewoon dat die Bronzong niet opeens ook een fighting move kent. Let's go, Discharge. Let's go. Oh, die Bronzong heeft zo'n goede verdediging. Oh, die Earthquake. Nee. Nou, dan ga ik ditzelfde trucje straks bij de volgende Pokémon doen. Ik ga een Pokémon van mij opofferen. Bronzong is in ieder geval verslagen. Corviknight. Ja, daar heb ik dus sowieso Magnezone voor nodig. Ik ga Sea-Titan even als muur gebruiken. Oh ja, zo zag een normale Corviknight eruit. Dat is waar ook. Okay, weer een Max Potion. Die gaat natuurlijk naar onze Magnezone. Corviknight gaat voor Iron Head. Ja, ik wist dat het super effective was. Ik kan hem wel aanvallen trouwens met Ice Spinner. Oké, dat doet al iets. Maar ja, Sea-Titan is ook weg. Wisten dat dit ging gebeuren. Allemaal ingecalculeerd. En terug naar Magnezone. Oké, let's go Discharge. Ja, nee, ik ben niet sneller. Body Press super effective. Ik kan het wel overleven, gelukkig. Corviknight is weg. Nu moet ik tegen de Magnezone. Dan is het nu denk ik wel tijd voor Dracloak. Ja, moeilijke battle dit, man. Moeilijke battle. Oké, Dracloak, come on. Ik hoop zo dat ik het een beetje red met twee flamethrowers. Dat ik daarmee Magnezone kan uitschakelen. Nee, ik heb er minimaal 3 voor nodig. Hij doet lightscreen, dus ze zijn nu beter beschermd tegen special attacks. Dat is ook weer een groot nadeel. Want daarmee doet de discharge van Magnezone minder pijn. Flash cannon, ik hoop niet dat ik in één keer kapot ga. Ik overleef het. Dat betekent dat ik in ieder geval met Dracloak deze Magnezone kan uitschakelen. En dat is heel nice. Het gaat redelijk tot nu toe. Ik betwijfel wel of we het gaan redden. Want we moeten nu tegen Tinkaton. En die kent sowieso een fighting type move. Misschien moet ik proberen Corviknight dan in te zetten. Ja, maar flying doet ook niet zoveel damage. Wat ik wel kan doen is Magnezone helemaal healen. En deterrestrialize zodat ik geen steel type meer ben. Ik denk dat dat het beste optie is. Oké, let's go Jumpluff. Jumpluff mag de klappen gaan vangen. Ik ben wel bang voor deze Tinkatonkie. Een hyper potion voor Magnezone. Oh nee, Poppy. Met je gekke steel typies. Gigaton Hammer. Ja, dit zal ongetwijfeld echt super veel pijn doen. Ik overleef het wel. Dat betekent dat ik nog iets kan doen. Misschien een max potion geven aan Dracloak toch? Zodat ik die eventueel nog als backup heb. Oké, en dan Stone Edge. Stone Edge en dan is het wel klaar met Jumpluff. Oké, Magnezone. Je moet het gaan doen. Jij moet mijn eindbaas worden. Die discharge doet nu volgens mij nog niet superveel damage. Omdat de lightscreen denk ik nog werkt. Dus Tinkatong is nog beter beschermd. Ik ben heel benieuwd of deze tactiek werkt. Ben ik sneller? Nee, dat niet. Brick Break. Kijk, dit is chill. Brick Break doet nu echt bijna niks op mij. Dat is super nice. Terwijl Brick Break normaal super effective zou zijn, maar ik ben geen steel type meer. Dus dat is nice. Wat gaat Tinkatong nu doen? Gigaton Hammer. Ik ben heel benieuwd hoeveel pijn mij dat doet. Dat is denk ik een steel type move. En die is not very effective. Dit was de truc. Dit is de truc. Misschien had ik dit eerder moeten doen. Maar ik ben eigenlijk blij dat ik het soort van op safe heb gespeeld. Want het zorgt er wel voor dat dit waarschijnlijk gaat lukken. Ja, Stone Edge maakt mij ook niet kapot. Bam! Magnezone is de MVP tegen Poppy. We hebben haar met haar eigen middelen verslagen. Met een Steel-type Pokémon. Ah! Die uiteindelijk een Electric-type werd. Lekker zeg. Oh, ik had hier echt een hard hoofd in. Ik dacht echt dat dit moeilijk zou gaan worden. En dan kunnen we nu ook Dracloak gaan evolueren. We moeten nu tegen Larry. Ja, en dan denk ik dat het weer een Magnezone verhaaltje gaat worden. Voordat we tegen Larry gaan battelen, moet ik even iedereen weer reviven, healen en Dracloak evolueren naar Dragapult. Maar dat gaan we doen in de volgende video. Dan is het tweede deel van de Elite Four. En hopelijk zijn we dan de Pokémon kampioen. Doe duimpje omhoog, abonneer en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!